Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 is het de Week tegen de Eenzaamheid. De coalitie 1 tegen Eenzaamheid in Meijerijstad vertelt je tijdens 3 specials hoe je eenzaamheid herkent en wat je eraan kunt doen. Eenzaamheid is het niet verbonden voelen van anderen en het gemis eigenlijk aan een sociale relatie en het hebben van contacten. Het is iets anders dan niet lekker in je vel voelen. Ja, eenzaamheid gaat eigenlijk wel veel dieper dan je niet lekker in je vel voelen. Je hebt sociale eenzaamheid, dat je het missen van sociale contacten, sociale activiteiten, dus het meedoen aan, dat mis je. En je hebt ook emotionele eenzaamheid. En met emotionele eenzaamheid voel je je ook eenzaam als je binnen een groep zelf bent en voel je niet aansluiting met anderen bijvoorbeeld. Ja, eenzaamheid is eigenlijk een heel actueel onderwerp. En zeker na de coronacrisis is het nog veel meer aan bod gekomen. Mensen hebben tijdens de crisis ook echt eenzaamheid ervaren, wat ze eerder nog niet hadden. En ik denk dat er daardoor ook wel meer begrip voor is gekomen. Er is een onderzoek geweest in Meijerijstad naar eenzaamheid. Wat is daar uitgekomen? Ja, in Meijerijstad is er dus een rekenkameronderzoek gedaan om te zien wat eenzaamheid betekent voor Meijerijstad. En daaruit is gekomen dat van de 65-plussers ongeveer 1/4 gevoelens van eenzaamheid ervaart. Het is wel een groot onderwerp en dat hoor je ook in de rest van Nederland. Bij het rekenkameronderzoek is ook onderzoek gedaan naar de doelgroep 16 tot 65. En daaruit is gekomen dat 1/3 van de mensen uit Meijerijstad zich wel eens over een vorm van eenzaamheid ervaren. In Meijerijstad zie je dat er heel veel activiteiten zijn voor mensen boven de 65. En een van de onderwerpen en de speerpunten die wij in de coalitie hebben is dat we ons meer of extra activiteiten willen opzetten voor de doelgroep 16 tot 60. Eenzaamheid verminderen, dat doe je samen. Inwoners en ondernemers kunnen op hun eigen manier eenzaamheid herkennen en proberen te bestrijden. Een van hen is fysiotherapeut Erik van Veen. Komt u wel eens eenzaamheid tegen in uw werk? Kom mij zeker tegen. We hebben hier veel oudere mensen, maar eenzaamheid is niet alleen een probleem voor oudere mensen, maar ook voor jongere mensen. En zeker als je met mensen werkt die beperkingen hebben, is dat wel vaak een voorbode ook voor eenzaamheid. Hoe kun je dat als hulpverlener herkennen, eenzaamheid? Nou, het staat niet op een voorhoofd geschreven, hè, dus je kunt het niet zien. Maar wij vragen niet alleen klachten uit, wij proberen ook die klachten in een context te plaatsen. Dus je vraagt wat die klachten voor een betekenis heeft voor iemand. Dus als je een versleten heup hebt, dan kan het best zijn dat je daardoor niet goed kunt lopen en daardoor je boodschappen niet goed kunt doen of andere sociale contacten niet kunt onderhouden. Eenzaamheid is iets waar jullie in de praktijk alert op zijn. Hè? Signaleren is één ding, maar hoe maak je dat bespreekbaar? Ja, dat is eigenlijk tijdens ons eerste gesprekje met de patiënt komt het altijd aan bod. Want je vraagt altijd naar mantelzorgers, hun sociale context. Dus het komt altijd al in de eerste zitting ter sprake. Wat doet u dan als iemand zegt, ja, ik ben eigenlijk best wel eenzaam? Nou, het is niet iets wat je meteen daarna oppakt. Want je kijkt toch eerst naar de klachten. Maar dat in de tweede of een derde zitting die als mensen bij ons komen, komt dat eigenlijk vanzelf wel ter sprake. En wat we dan altijd wel doen is een actieve rol spelen om mensen weer te betrekken bij activiteiten. Bijvoorbeeld in een oefenzaal bij ons met meerdere mensen tegelijk. Stel dat er meer nodig is dan een klein zetje. Verwijzen jullie dan ook wel eens door? Ja, er zijn natuurlijk heel veel initiatieven binnen Meijerijstad. Daar brengen wij mensen van op de hoogte. Maar wat wij ook wel eens doen is mensen die werken bij een welzijnsorganisatie. Vraag ik altijd of ik de naam mag doorgeven, zodat degene van de welzijnsorganisatie contact op kunnen nemen met de patiënt.